Dit is zo'n schattige tekening. Ik hou van deze glitter. Hij is zo glimmend. Wee! Nog een keer. Het wordt zo'n rommeltje. Dit is geweldig. Wat? Wauw, zoveel glitter. Dat brengt me op een idee. Hallo, is er iemand? Ik denk dat er niemand is. Oh, kom op. Ik heb die wc-rol nodig. Maar de geur. Ik heb een idee. Dat was erg. Wat eet Kevin allemaal? Gedraag je normaal. Ik ben een plant. Niets te zien hier. Ja, ik denk dat ik alles heb wat ik nodig heb. Oh, wat ben je aan het doen? Je zult het zien. Wikkel papier om een lege toiletrol. Teken vervolgens op het papier op deze manier en plaats vervolgens de ballon in de rol. Trek de onderkant van de ballon naar beneden en zorg ervoor dat de ballon goed vast zit. En gebruik een pen om een gezicht op de ballon te tekenen. Wees zo creatief als je wil. Steek wat papier rond de rand van de buis om pootjes te maken. Nu heb je je eigen knijpspeeltje. Kijk! Wauw, laten we samen spelen. Oh nee, geen toiletpapier. Nou, dit gaat pijn doen. Kijk, mijn magische krachten zullen de bal laten bewegen. Wauw, hoe doe je dat? Pak het! Ik wil ook magie kunnen. Het beweegt niet. Ik denk dat het stuk is. Ik zal je een geheim verklappen. Probeer dit. Daar gaat hij. Het beweegt. Doe jij dat? Oh nee, kijk uit! Buk! Wauw, dat was op het nippertje. Nu kan ik er niet meer mee spelen. Het is weg. Het is niet erg. Niet boos worden. Ik kan het maken. Knip een stuk papier op deze manier. Vouw het dan in een kubus. Gebruik tape om het samen te houden. Maak een tweede kubus en plak ze aan elkaar. Vouw de kubussen op elkaar en plak de andere kant tape, zodat er een scharnier ontstaat. Herhaal dit proces nog 3 keer met papier van verschillende kleuren. Zet de kubussen in een lange rechthoek en begin ze allemaal aan elkaar te plakken. Vouw de kubus om en plak tape op de andere kant. Ga hier helemaal omheen. Zodra dat klaar is, personaliseer je je kubussen met emoji-stickers. Kies je favorieten. Zo krijg je verschillende emoji-combinaties elke keer wanneer de kubussen omdraait of fout. Kijk dit eens. Ik weet het niet zeker. Wat is er? Dit is eigenlijk best wel leuk. Dit is super. Heb jij dit gemaakt? Ja. Wow. Ah. Huh? Wat voor magie is dit? Kijk wat ik heb. Wil je het proberen? Ze zijn de beste. Ik vind de blauwe leuk. Ik kies jou. Daar ga je. Ik doe de klep gewoon dicht. Dit is het leuke deel. Erin knijpen. Oh, dat voelt goed. Het moet in de wolk. Ik zal hem erin knijpen. En nu wachten. Ik doe mijn make-up ondertussen. Dat moet goed zijn. Dit is zo spannend. Oh, hij is zo schattig. Dat is pas leuk. Te veel schattigheid. Ik zou dit de hele dag kunnen doen. Nam nam. Kan je een foto maken? Lachen. Laat los. Die is van mij. Oeps. Ananas. Waar kwam dit vandaan? Ik denk dat ik een idee heb. Neem een stukje karton en knip het in een vorm zoals deze. Gebruik vervolgens een steltang op een klein vierkantje schuim. En plaats het schuim op een cirkelschabloon en duw de knikker erin. Maak een inkeping met het schuim. Dit is perfect. Herhaal dit tot je de gaten in het karton kunt vullen. Breng nu eetbare lijm aan op het karton. Werk je weg langs de rand en het schuim. Plaats het schuim erop en druk het vervolgens aan om het vast te zetten. Draai het karton om en duw de andere kant een stuk schuim erop. Duw de schuimbubbels voorzichtig door de gaatjes en gebruik dan een beetje schuim om de rand te maken. Wikkel het om het karton. Plaats meer kleine strookjes schuim op de horizontale wijze en snijd groen schuim uit zodat het lijkt op de bladeren van een ananas. Het werkt! Dit voelt zo goed! Hier, probeer eens. Niet zo snel! Dit is niet de verdachte. Dit lijkt er meer op. We hebben de verdachte. Ik bedoel, ananas. Hallo?
Mmm, deze lolly is lekker. Oh, hey jij, wat gebeurt er? Oeh, glanzend goud eten. Ik moet ze proberen. Maak dat je wegkomt, lolly. Lekker rustig blijven. Ik weet niet wat het is, maar ik wil het ook. Daar gaat-ie. Dat is walgelijk. Ja. Oh, dit moet je zien. Best netjes, toch? Ze zijn zo plakkerig. Probeer het. Jeetje, bedankt. Jij hebt iets op je tanden. Hoe dan ook, knijp er eens in. Oh, je hebt gelijk. Het is zo zacht. Dit vind ik leuk. Huh? Hoezo is er geen meer? Ik heb een idee. Kom hier. Oh, oké, ik snap het. Joehoe, dienaar. Dit is precies wat we nodig hebben. Neem eerst een kom met witte chocoladeknopen en smelt ze. Blaas een ballon op en giet de chocolade erover. Dit kan rommelig worden. Zorg ervoor dat je de ballon afdekt. En als dat gebeurd is, laat je de chocolade opstijven. Kijk eens aan. Wauw. Oh, luister naar dat gekraak. Dit is zo goed. Ik zei het je, het is zo makkelijk om te maken. Ik vind het geweldig. Dat was leuk. Goed idee. Mijn werk is nooit af. Ik word hier niet genoeg voor betaald. Dat is wel ontspannend. Is dat chocolade? Ik verveel me. Dit wil ik niet. Ik wil het wel. Oh, ik weet het. Nee. Dat is hem. Oh, het is zo klein. Dit was een goede keuze. Ik zal hem opwinden. Wauw, het verandert steeds. Het is een dinosaurus en een auto. Wauw, dat is geweldig. Nee, die is van mij. Oh, ik wil hem gewoon aanraken. Alhoewel, ik denk dat ik een beter idee heb. Knippercirkel uit een stukje plastic. Maak een gaatje in het midden en leg het op een vel papier. We hebben een eenhoorn getekend en delen van het papier gemaakt. Traceer de eenhoorn. Verwijder het papier en schilder de eenhoorn. Verwijder het midden van de fidget spinner en plaats het middelste gat in het plastic. Geef het dan een draai en de eenhoorn zal bewegen. Vind je mijn eenhoorn leuk? Het is net of hij rent. Essie, kijk! Heb jij een eenhoorn? Zo hypnotiserend. Oeps. Maar nu kan ik de auto nemen. Wat moet ik kiezen? Ik weet niet waar ik mee moet spelen. Oeh, dit ziet er goed uit. Hier ga ik zeker plezier mee hebben. Ik knijp de gel op het rietje. En nu blazen. Het werkt! Ik maak een ballon. Ik draai het rietje er gewoon af. En het voelt net als een ballon. Ik probeer nu de blauwe. Ik vraag me af of het zal barsten. Oh, dat voelde goed. Oeh, wat is dat? Ik wou dat ik een ballon had. Het enige wat ik heb is dit snoepje. Ik ben zo jaloers. Wacht, ik weet hoe ik mijn eigen ballonnen moet maken. Phew, dit is zwaar. Waarom heb je een magnetron? Ik ben ballonnen aan het maken. Ik moet dit snoepje eerst opwarmen. Nu zet ik het aan. Dat moet genoeg zijn. Ik kan mijn rietje niet vergeten. Ik doop het rietje in de gesmolten snoep. En dan blazen. En het beste is dat ik de ballonnen kan opeten. Lekker! Wauw, dat is zo slim. Ik ga dat ook proberen. Ugh, dat smaakt niet goed. Ah, dat is een grote puist. Hoi Elsa, kijk uit! Ah, dat is zo smerig. Nou, dat is een fijn welkom thuis. Je weet dat je puistjes niet hoort uit te knijpen. Het is gewoon zo groot en sappig. Je moet er echt mee stoppen. Gelukkig voor jou heb ik precies wat je nodig hebt. Waar is het? Oh, dit!
Dit is wat ik zoek. Moet je dit zien? Deze vervult al je behoeftes om puistjes uit te knijpen. Oh, spannend. Bedankt, Nora. Het is wel het proberen waard. Ik begin wel met deze. Wow, wat was dat een uitbarsting. Dat voelt zo goed. Oh, er zijn geen puistjes meer. Ik moet iets anders vinden om me uit te knijpen. Zou ik? Kan ik? Dit is mijn kans. Ik moet zien wat Nora nog meer heeft. Wow, kijk hier eens naar. Het lijkt hier wel een speelgoedwinkel. Oh, het is prachtig. En het is van mij. Het gaat rommelig worden en smerig. Oh ja, dat bedoel ik nou. Meer, meer. Ik wil meer. Ik kan het stoppen. Oh, dat was de laatste. Ik ben er klaar mee. Wat moet ik nu doen? Het is enorm. Ik kan het niet weerstaan. Ik heb bescherming nodig. Ik ben er klaar voor. Kijk dan toch. Al die kleverige smurrie. Klaar om te barsten. Wacht het niet. Wat? Ze is een ninja. Ik wist wel dat je dat zou doen. Ik leg bubbeltjes plastic op een stuk karton. Ik heb een injectiespuit met verf gevuld. Ik zal dit in het bubbeltje spuiten. Ik vul hem helemaal op. Dan doe ik hetzelfde met de rest van de bubbels. Ik zal andere kleuren verf gebruiken. Zo ziet het er gewoon leuker uit. Dat moet wel genoeg zijn. Nu kan ik het aan Elsa geven. Neem dit maar. Knijp zoveel als je wil. Wauw, dit is geweldig. Het is alsof al mijn verjaardagen tegelijk gekomen zijn. Wauw, dit is precies wat ik nodig heb. Het is zo kleverig en rommelig. Ik vind het geweldig. Ik zou dit de hele dag kunnen blijven doen. Ik begin te denken dat ik misschien een probleem heb. Ik kan niet stoppen. Ik moet ze allemaal uitknijpen. Het is gewoon zo rustgevend. Oh, ik ben nu echt in een staat van zen. Er is er nog maar één over. Wow, ik ben blij dat ik handschoenen heb gedragen. Ik had wekenlang mijn handen moeten schrobben. Bedankt, Nora. Ik denk echt dat Brian met me aan het flirten was. Huh? Wow, laten we eens gaan kijken. Ik weet niet zeker. En aliens dan? Kom op. Oké, maar als ik een alien zie... Wow, wat dragen we? Achteruit. Oké, dat was raar. Laten we het nog een keer doen. Gaan, gaan, gaan. Kijk eens naar al deze spullen. Wauw, dus dit is de toekomst? Het glimt veel meer dan ik me had voorgesteld. Wat doet dit, denk je? Niet te geloven, dat is zo cool. Welke moeten we kiezen? Nee, wat is het volgende? Nee, dat moeten we overslaan. Hou je vast. Kijk, het is een robot. We moeten hem hebben. Oh nee, wat gebeurt er? Ik heb hier een slecht gevoel over. Is er iets achter ons? Het is de robot. Kom op, laat eens kijken. Het is geweldig. Hé, pak die pen. Huh? Oh, juist. Goed idee. Ik trek een lijn op het papier. Zorg ervoor dat het recht is. We willen het niet nog ingewikkelder maken. Laten we het uitproberen. Oké, kleine robot. Het is jouw tijd om te schitteren. Wauw, het is verbazingwekkend. Waarom draait hij rondjes? Moet het gewoon op de lijn zetten. Wauw, is technologie niet geweldig? Oh nee, wat heb ik gedaan? Oh, wat gebeurt er? Dit is het. Dit is hoe de machines in opstand komen. Relax, het is al goed. Ik heb wel een paar dingen nodig. Laat het ophouden, laat het ophouden. Laten we beginnen. Ik zal een pakje sap diagonaal doorsnijden. Precies zo. Vervolgens knip ik Blue uit papier. Oh, hij ziet er zo schattig uit. Ik heb een paperclip nodig voor het volgende deel. Ik wil de paperclip verbuigen en vervormen. Hij moet er zo uitzien. Ik plaats de paperclip op Blue's been. Nu heb ik de helft van het karton nodig. Ik heb aan beide kanten gaten gemaakt. Ik schuif de paperclip door de gaatjes heen. Als ik er dan aan draai, gaat Blue lopen. Dat is best wel gaaf. Hé, Elsa, kijk hier eens. Wat? Wat is er? Kijk maar. Kijk hem eens gaan. Dit brengt me op een idee. Ik plaats hem in de pot. Ik hoop dat dit werkt. Het is me gelukt. Het alarm is gestopt. Laten we hier nu maar weggaan. Oh, we zijn eindelijk veilig. Dat was zo'n kick. Maar laten we vanaf nu in deze tijdlijn blijven. Dit is het dan. Eindelijk is het zover. Ik ben er nog niet klaar voor. Er is nog zoveel te leren. Dit slaat allemaal nergens op. Ik bedoel, kijk er dan toch naar. Ik ben zo gestrest. Ik kan me niet eens concentreren. Wacht eens even. Ik heb een idee. Ik heb alleen maar mijn supergeheime doos nodig. Alle
alles wat ik nodig heb zit hierin. Laten we eens kijken. Ik heb deze pom nodig. En ik vind deze groene bal er leuk uitzien. Ik plaats hem op de pommond. Nu kan ik hem opblazen. Hij wordt groter. Het is net een ballon. Dat is wel goed. Ik sluit het einde af. Ik moet het nu versieren. Ik voeg oren en een mond toe. En benen. Tot slot plak ik het haar erop. Dit gaat me helpen ontspannen. Wat is dat? Geef hier! Nee, hij is van mij. Geef hier! Nee, neem er zelf een. Dus is het zo, hè? Wat vind je daarvan? Serieus? Oh, je bent zo irritant. Uh-oh. Nee, wat heb ik gedaan? Het spijt me. Alsjeblieft rustig aan. Wacht, deze tape kan wel nuttig zijn. Ik denk dat ik weet hoe ik dit moet oplossen. Ik ben zo terug. Ik heb een strookplakband nodig. Dit is de juiste maat. Vervolgens heb ik een metalen rietje nodig. Ik wikkel de tape om het uiteinde van het rietje. Ik moet het afsluiten. Ik wil geen gaatjes overlaten. Vervolgens pak ik mijn föhn. Ik verwarm de tape. Dan blaas ik door het rietje. Ik wil een bel creëren. Zo ja. Nu plak ik er wat stukjes plastic op. Ik moet een gezicht toevoegen. Ik heb ogen toegevoegd. En nu een neus en mond. Tot slot teken ik er snorhaar op. Ik denk dat het klaar is. Ik heb dit voor jou gemaakt. Ze zijn zo zacht. Oh, ze zien er inderdaad goed uit. Bedankt Elsa, dat is zo lief. Kom op, we moeten gaan leren. Weet je, ik voel me nu niet meer zo gestrest. Ik denk dat alles klaar is. Ik wil dat dit het beste verjaardagfeestje ooit wordt. Nora, je bent er. Het is zo goed om je te zien. Bedek je ogen. Ik hou zo van verrassingen. Je mag weer kijken. Ik vraag me af wat het is. Wow, het is een sneeuwbal. Hij is zo mooi. Oh, waar is het gebleven? Dat had niet mogen gebeuren. Oh, dit is de ergste verjaardag ooit. Het is al goed, we kunnen dit oplossen. Ik moet gewoon snel denken. Ik vang Elsa's tranen op in deze pot. Zo ja, laat ze maar komen. Wow, dat zijn nog eens veel tranen. Maar kan ze zeker gebruiken. Hier, hou vast. Ik heb nog wat werk te doen. Eerst heb ik wat lijm nodig. Ik voeg een paar droppels toe aan het potje. Ik denk dat dat wel genoeg is. Wat komt er nu? Oh ja, glitter. Ik giet het er zo in. We moeten wel wat sparkle hebben. De sterren zijn mooi, maar we hebben er nog meer nodig. Gelukkig heb ik heel veel glitter. Dat is perfect. Nu zal ik het mengen. Wow, het ziet er zo magisch uit. Nu kan ik het deksel erop doen. Ik wil niet morsen. Nu kan ik het door elkaar schudden. Wow, ik zou hier wel eeuwig naar kunnen kijken. Het is gewoon zo hypnotisch. Als ik stop met schudden, dwarrelen de glitters en sterren in het rond. Het is gewoon zo mooi. Ik kan niet wachten om het aan Elsa te laten zien. Waarom moest dit nou gebeuren? Hey, zet die frons eens op zijn kop. Laat me met rust. Kijk eens wat ik heb. Wow, het is net als een sneeuwbal. Wow, je bent pas echt een huilebalk, zeg. Dit moet ik leegmaken. De planten krijgen tenminste water. Dit is het beste cadeau ooit. Mijn verjaardag is toch niet verpest. Bedankt, Nora. Je bent de beste vriendin ooit. Wow, ik kan niet wachten op het ruimtefeestje. Het zal niet van deze wereld zijn. Hé, kom maar binnen. Prachtig kostuum, Elsa. Bedankt, ik heb hem zelf gemaakt. Waar wacht je nog op? Ga maar naar binnen. Woehoe! Hoi! Stop. Wat is dit? Je weet toch wel dat het een verkleedfeestje is? Ja, dus? Wat draag je? Geef me één momentje. Ik heb dit. Het is een kikkertje. Juist. En waarom laat je me dit zien? Wow, bubbels. Ik weet het. Het is zo cool, vind je niet? Iedereen houdt van bubbels. Ze brengen gewoon vreugde en geluk. Ik wil ze allemaal neerknallen. Jij mag naar binnen. Wauw, ik ben dol op mijn baan. Elsa, je bent daar. Ik zou het niet willen missen. Hey, Nora, kom eens hier. Nora, laten we feesten. Kijk eens wat ik heb. Wauw, zoveel bubbels. Er is genoeg voor iedereen. Deze kleine jongen verspreidt alleen maar goede vibes. Oh, dat ziet er niet goed uit. Wat gebeurt er? Ik ga daar even rondhangen. Oh nee, wat moeten we doen? Wacht, ik heb een geweldig idee. Blijf daar staan. Ik heb deze rietjes nodig. Ik ga je helemaal omver blazen. Ik heb wel mijn haarband nodig. Ik wikkel het om de rietjes heen. Dat ziet er behoorlijk stevig uit. Ik heb dit snoep nodig. Hier krijg je honger van.
Prima, neem maar mee. Ik heb nog andere dingen te doen. Ik giet frisdrank op het bord. Ik heb niet veel nodig. Dat is perfect. Nu kan ik het rietje in de frisdrank dopen. Ik beweeg ze ietsjes, zodat ze bedekt worden. Klaar om iets gaafs te zien? Wow, je hebt bubbels gemaakt. Ga zo door. Woehoe, dit is geweldig. Wacht even, ik ben helemaal uitgeput. Oké, daar gaan we dan. Niet stoppen, Elsa. Tijd voor wat plezier. Ik denk dat jij een nieuwe look nodig hebt, Sophia. Maak je niet zorgen. Ik weet wat ik doe. Je gaat het geweldig vinden. Je ziet er geweldig uit. Hé, Sophia, word wakker. Huh? Wat is er? Ah, mijn haar! Wat heb je gedaan? Vind je het niet leuk? Wat is er hier aan de hand? Oh, kijk wat ze gedaan heeft. Geen zorgen, het groeit wel weer terug. Luister, Cheryl, dat mag je niet doen. Het is niet lief. Je zus is helemaal van slag. Oh, ik weet het. Ik weet precies wat je nodig hebt. Hier mag je mee spelen. Oeh, bedankt. Graag gedaan, lieverd. Ik ga hiermee spelen. En ik ga een dutje doen. Wauw, dit is zo leuk. Ik zal dit mannetje eraf halen. En dan doe ik de klei hierin. Ik denk dat ik klaar ben. En nu druk ik op de hendel. Wauw, zijn haar groeit. Dit is geweldig. Hij ziet er grappig uit. Wauw, geweldig. En nu krijg je een nieuw kapsel. Dat ziet er goed uit. Dit stukje moeten we ook knippen. Misschien moeten we het scheerapparaat gebruiken. Dit is beter. Ja, je bent kaal. Dit brengt me op een idee. Ik heb een echte schaar nodig. Niet bewegen, oma. Nee! Dit ruikt geweldig. Geniet je ervan, lieverd? Ik ben een chef, mama. Ik maak het avondeten klaar. Maar ik heb nog wat meer ingrediënten nodig. Ik haat strijken. Het is zo saai. Cheryl, wat ben jij aan het doen? Ik zei toch dat ik aan het koken ben? Met make-up. Je hebt alles verpest. Oh, ik weet het. Dit is een noodgeval. Aha. Dit is precies wat ik nodig heb. Dit zal het oplossen. Koken is makkelijk. Ik heb iets voor je. Wat een rommel. Ik moet dit opruimen. Huh? Pak dit maar. Wauw! Dankjewel, mam. Ik ga de staart eraf trekken. Kijk, al deze kleine bolletjes. Ik ga dit over het bakje spannen. En nu ga ik de pomp gebruiken. Kijk, mama. Ik ga het vullen met glitter. Het is zo mooi. Wat nu? Het is zo kneedbaar. Daar gaat-ie. Oeh, ik kan er een poppet in doen. En nu? Nog meer glitter. Kijk al die kleurtjes. Oeh, kneedgum. Dit moet er ook in. Rustig. Dit is zo leuk. Nu doe ik de deksel erop. Wauw, het is geweldig. Kijk, mam. Het is prachtig, schat. Cheryl, mag het niet. Ik ga nog een ballon maken. Nee! Ik wil het niet. Laat me gaan. Je moet op het potje, liever. Oké. Huh? Wat was dat? Hey, Nanny. Ga weer op het toilet zitten. Dit is niet eerlijk. Ah, wacht. Niet weer. Kan ik je helpen? We kunnen dit niet blijven doen. Ik laat je nadenken. Doei. Er moet iets zijn wat ik kan doen. Ik weet het. Bah, dat eet ik niet. Ik speel liever met dit. Essie, kijk wat ik heb.
Heb je honger, meneer Flamingo? Alsjeblieft. Dit vind je lekker. Hij eet het echt. Maar hij moet naar de wc. Wat? Dit moet ik zien. Gaat hij dat echt doen? Maak jezelf gemakkelijk. Goed zo, doe je ding. Dat had je vast nodig. Wow. Ik wil ook. Goede meid. Je mag gaan, het komt wel goed. Het is alleen jij en ik, Mr. Flamingo. Wat een slimme meid. Wow. Wat heb je gegeten? Ik ben blij dat ik een vaste hand heb. Dat kietelt. Geen neushaar meer. Je moet me helpen. Neem plaats. Mijn haar ziet er niet uit. Maar echt. Kun je het beter maken? Ik heb een idee. Ik kan dit gebruiken. Ik kom later wel terug. Ga zitten. Ik weet wat ik doe. Echt? Als je dat ding maar niet bij mij gebruikt. Prima, dan doen we het wel op de traditionele manier. Wat heb je gedaan? Mijn mooie haar. Nee, raak me niet aan. Nee, ik laat je mijn haar niet knippen. Maak je geen zorgen. Ik heb precies wat je nodig hebt. Vertrouw me nou maar. Oké, dat lijkt er meer op. Ik zal de haak gebruiken om je haar door de machine te halen. Op deze manier. Nu zet ik het weer aan. Trek het langs je haar. En de machine vlecht je haar. Laten we de andere kant doen. Het is zo snel en gemakkelijk. We zijn klaar. Wauw, dat ziet er geweldig uit. Ik vind het geweldig. Heel erg bedankt. Bedankt mij maar niet. Bedankt de machine. Wie is die leuke jongen? Hoe gaat het, schatje? Wauw, ik heb goed gewinkeld. Ik heb zoveel gekocht. Geld uitgeven krijg je dorst van. Kom op, ik wil wat drinken. Bijna. Veel hebbes. Wat irritant. Het lijkt erop dat je hulp nodig hebt. Waar kom jij vandaan? Kijk dit maar eens. Hey, het is niet gratis. Wat vind je hiervan? Prettig zaken met je te doen. Zo spannend. Waar ging ze heen? Wat maakt het uit? Oké, laten we dit ding proberen. Ik maak het gewoon open en plak het op mijn trui. Ik kan maar beter mijn spullen pakken. Wauw, ik heb echt heel veel gekocht. En mijn frisdrank kan in de drankhouder. Dat is veel beter. Oké, ik kan dit. Je gaat eraan, Cheryl. Ja, dat heb ik eerder gehoord. Kijk naar al dat speelgoed en gadgets. Ik wil het allemaal. Ze zijn van mij. Klaar? Ga! Dit is lastig. Heb ik gewonnen? Ik weet het niet. Wauw, kijk deze geweldige speelkamer. En kijk deze doos met speelgoed. Ik ben dol op bubbeltjes plastic. Deze speelkamer is zo saai. Wat zit er in deze doos? Puppets? Saai. Er is niks leuks hier te doen. Wil je met mijn bubbeltjes plastic spelen? Nee, bedankt. Er zit vast iets in deze doos. Deze speelgoedauto's zijn leuk. Vroom, vroom. Meen je dat nou? Die zijn dom. Deze speelgoedautootjes zijn pas leuk. Yes, ze veranderden in een eenhoorn. Wauw, dat is zo gaaf. Misschien kan de mijne ook transformeren. Hier gaan ze. Oh nee, het is niet gelukt. Wat moet ik nu doen? Nu heb ik met haar te doen. Hey, kijk, je mag dit autogedeelte van mijn eenhoorn hebben.
Voor mij? Echt waar? Dankjewel. Ik verander hem wel weer terug in een auto. Wauw, het is zo'n supercoole auto. Hé, zullen we ze crashen? Yes, dit is zo'n cool speelgoed. Wat is dit voor een bal? Oeh, dit is leuk. Kijk nou, je kunt hem helemaal in elkaar knijpen. Wauw, dat is zo leuk. Jij hebt cool speelgoed. Ik weet het, ik vind dit helemaal geweldig om erin te knijpen. Wat zou er gebeuren als ik aan een van de bubbels trek? Oeh, ik kan hem zo ver uittrekken. Ah, oh nee, hij is stuk. Balen, hij is helemaal stuk. Kijk wat er met mijn knijpbal is gebeurd. Oh nee, dat is verschrikkelijk. Wacht eens even, ik denk dat ik een oplossing weet. Ik neem een ballon en knip de top eraf. En maak er nog een paar gaten in. Oké, ik heb nog een ballon nodig in een andere kleur. Ik vul deze nieuwe ballon met water. Oeh, ik voeg er ook wat glitters aan toe. Ik meng het allemaal samen en knoop hem dan dicht. Zorg ervoor dat alles goed dicht zit. Ja, het werkt! En het is zo mooi! Hey, kijk hier, ik heb iets voor je gemaakt. Oh, wauw, dit is net zo cool als mijn eerste. En deze sprankelt ook nog. Dankjewel, ik ben er zo blij mee. Wat zit hier nog meer in? Oeh, dit ziet interessant uit. Wow, het is net een lichtshow. Kijk, 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 hij kan vliegen. Het is magisch. Zo gaaf. Ik ga hem lanceren. Yes, hij vliegt door de lucht. Hey, blijf met je handen ervan af. Dit is mijn vliegende spinner. Oké, dan. Ik heb wel wat bouwpapier. Yep, daar kan ik wel wat mee. Tijd om te vouwen. Ik vouw deze hoek naar het midden en de andere ook. Goed zo. Deze vouw is wat lastiger. Ik moet heel precies zijn. Goed zo. Nu maak ik hem weer open en vouw ik het puntje naar boven. Het wordt al wat ingewikkelder. Nu moet ik nog een vouw door het midden maken. Het begint er al goed uit te zien. Ja, hij is klaar. Ik heb een papieren vliegtuig gemaakt. Laten we hem testen. Wow, kijk nou. Hij vliegt zo goed. Kijk, kijk. Daar komt-ie. Bukken. Hij blijft helemaal zweven. Hey, spinner. Kom hier. Wie heeft een spinner nodig als je een cool papieren vliegtuigje hebt? Deze zijn zo zacht. Ik heb dorst. Ah, zo verfrissend. Maar nu is het op. Nou, dit flesje heb ik niet meer nodig. Wauw, dit flesje is helemaal verfrommeld. Hey, dat brengt me op een idee. Ik draai de dop van de fles. En dan doe ik er wat vloeibare zeep in. Dat zou genoeg moeten zijn. En nu nog wat voedselkleurstof. Ik giet het gewoon in het flesje. Wauw, het ziet er zo cool uit met het water. Perfect. En nu mixen. Oké, nu moet ik het schuim weg zien te krijgen. Ik knijp het er gewoon uit. Dop er weer op en nu kan ik het flesje weer opnieuw verfrommelen. Yes, mijn plan heeft gewerkt. Hey, kijk wat ik hier heb. Huh? Waar heb je het over? Ik heb gekleurde knijpflesjes gemaakt. Oké. Ruilen voor deze watermeloen? Oké. Ik heb er immers twee. Yes, zo leuk om in te knijpen. Nu heb ik een fles en een watermeloen squishy. Bijna klaar. En yes, ik heb een origami vos gemaakt. Ik ben dol op vossen. En ook op het vouwen van papier. Ugh, de mijne werkt niet. Dit is zo frustrerend. Het is zo moeilijk. Dat meen je niet. Kijk eens hoeveel zij er al heeft gemaakt. Zo schattig. En die van mij stellen niks voor. Ik wil die van mij niet eens meer zien. Ik ben klaar met het vouwen van papier. Ik ga mijn poppets opstapelen. En dat is de laatste. Yes, het is me gelukt. Wow, je hebt zoveel poppets. Met poppets spelen ziet er best leuk uit. Misschien kan ik weer iets van papier maken. Ik heb een schaar, dus ik ga het gewoon proberen.
1 velletje papier zijn nu 4 velletjes papier. Tijd om te vouwen. Ik begin met deze kant, hoek naar hoek. En nu doe ik hetzelfde in de andere richting. Ik wil er zeker van zijn dat de vouwen netjes zijn. Oké, nu kan ik hem weer openvouwen. De volgende stap is wat ingewikkelder. Maar de vouwen zouden het gemakkelijk moeten maken. Nu nog een paar vouwen van hoek tot hoek. Deze vouwen zijn niet zo moeilijk, gelukkig. Nu moeten we dit topje naar het midden vouwen. Aan alle kanten. Dan moeten we hem aan de andere kant openen en sluiten. Het topje gaat weer terug naar het midden. En nu gebruik ik dit stokje om de hoeken open te maken. Dit is er eentje en nu de tweede. Dat is goed gelukt. Nu vouw ik deze kant naar binnen. En deze kant ook. Goed zo. Dan vouw ik deze bovenkant naar binnen. Bijna klaar. Tijd om hem open te maken. Het is net een klein doosje. En nu maken we er nog een paar. Tadaa! Alle kleuren van de regenboog. Phew, kijk wat ik van papier heb gemaakt. Zie je? Het zijn net kleine indrukbare doosjes. Een papieren poppet. Meen je dat nou? Ik haat papier vouwen. Oeh, deze is helemaal uitrekbaar en wordt helemaal kronkelig. Ik teken wat strepen op de staart van mijn kat. Dat brengt me op een idee. Pas op, het is een kleine worm. Stop, ik probeer te kleuren. Dit wordt een geweldige prank. Wat? Ha, kijk nou hier. Is dit geen gaaf geluid? Het is net een telescoop. Ugh, whatever. Als jij het niet erg vindt, ga ik verder met mijn kunstwerk. Zo, wat vind je hiervan? Dat is niet heel bijzonder. Dat kan ik ook. Kijk maar, ik buig deze gewoon en kan zo elke vorm maken. En dan maak ik de uiteinden aan elkaar vast. Zo. Oeh, deze driehoek is goed gelukt. Tadaa! Oké, laten we dan zoiets proberen. Een oneindigheidssymbool. Perfect. Zo, en wat dacht je van deze? Serieus, die is nog gemakkelijker. Ik maak deze gewoon aan elkaar vast en dan maak ik ze wat langer. En dan geef ik er een draai aan. Oeh, hij golft helemaal. Maar kijk, het is gelukt. Nou, goed gedaan hoor. En dan nu een extra moeilijke. Een spiraal. Oké, volgens mij is deze ook heel gemakkelijk. Als eerste ga ik deze zo lang mogelijk maken. Zo. En nu tijd voor de volgende stap. Ik draai ze gewoon in elkaar, net als op de foto. Oeh, laat mij eens kijken alsjeblieft. Is goed, alsjeblieft. Yay! En nu je ogen dicht. Mijn ogen dicht? Nou, oké dan. Dit gaat leuk worden. Hey! Nu kan ik eindelijk in alle rust tekenen.